Links de zon, rechts de aarde, niet op schaal getekend natuurlijk, maar vooruit. Belangrijk hiervan is dat de zon, ja, die geeft warmte aan de aarde. Oftewel, er is hier sprake van een warmtetransport. Gelukkig maar, want ja, anders was het hier behoorlijk koud geweest. Maar, als dit alleen zo zou zijn, dan zou de aarde veel te warm worden natuurlijk. Oftewel, de aarde zelf, die geeft ook weer warmte af. En de aarde blijft daardoor constant op een lekkere temperatuur, oftewel er is balans. En daar gaan we het over hebben. We gaan het hebben over warmtebalans en warmtesport hier op aarde. En het warmtesport hebben we eerder gehad in een vorig hoofdstuk. Warmtesport kan op drie manieren gebeuren. Namelijk 1. Door glijding, 2. Door stroming en 3. Door straling. Glijding, dat gebeurt alleen maar in vaste stoffen. Stroming, alleen in stoffen die kunnen stromen. Nou, dat is natuurlijk vloeistof, maar ook gassen. Dat is hier op aarde natuurlijk wel belangrijk. En straling, die heeft geen behoefte aan een medium. Die kan gewoon door alles heen. Nou, die stroming is belangrijk op aarde. Denk aan wind, warme lucht die opstijgt. De stromingen in de zee en dergelijke. En de straling zelf, denk aan de zon die ons de warmte geeft, of ook de straling die de aardoppervlak zelf afgeeft, zullen we straks meer naar kijken. Maar geleiding, dat vergeten we eventjes. Het gaat vooral over de stroming en de straling. Daar gaan we naar kijken, maar we kijken eerst eventjes de gloeilamp. We nemen eventjes de aarde als gloeilamp. Ja, nou, als we niks doen met zo'n gloeilamp, we zetten hem hier gewoon in de kamer neer, dan zal het ongeveer een 20 graden Celsius wezen daar binnenin. En we sluiten hem eerst aan, anders gaat hij niet branden natuurlijk. En stel je voor, ik ga een heel klein stroompje doorheen steunen. Dus ik zet hem niet meteen op 230, nee, een klein stroompje, een klein beetje energie voor we er naartoe. En dan zul je, als je dat een beetje regelt, dat het gloeidraadje een klein beetje gaat oplichten, een beetje rood. Maar dan wordt hij wel redelijk warm natuurlijk. En 200 graden Celsius ongeveer heb je snel te pakken. Meer energie, dus je draait een beetje een knopje dat er meer energie is. Dan zal je dus een beetje meer roder worden. En de temperatuur gaat ook omhoog. En daar gaat het vooral om. Je zet er meer energie in. Dan zal de temperatuur dus toenemen. Maar je ziet tegelijk ook dat hij meer gaat stralen. Let maar eens op, nog meer energie en hij gaat een beetje gelig stralen, de temperatuur gaat nog meer oplopen en uppakee, volledig, ja, de temperatuur loopt op tot 2600 graden Celsius en er is veel en veel meer straling. En dat is wat ik hiermee wil aangeven. Als een voorwerp warmer wordt, als de temperatuur hoger wordt, dan zal automatisch dat voorwerp ook meer gaan stralen. En dat is ook het geval in het geval met zon-aarde. Ja, de zon die geeft energie aan de aarde, net zoals je energie kunt geven aan een gloeilamp. En daardoor zal dus de aarde een hogere temperatuur krijgen. Nou, de aarde krijgt een hogere temperatuur, iets wat een hogere temperatuur krijgt, zal meer gaan stralen en betekent dus dat de aarde energie afgeeft. Ja, dat komt omdat hij warmer wordt. En hij geeft evenveel energie af dat hij krijgt. Ja, want als hij minder energie zou afgeven dan het krijgt, dan zal dus de temperatuur toe gaan nemen en daardoor zal hij automatisch meer energie afgeven. En dat meer afgeven zal dus doorgaan totdat alles wat hij krijgt ook hetgeen is wat hij afgeeft. En dan krijg je dus dat er een balans is en dat noemen we de warmtebalans. Nou, wat heeft die warmtebalans te maken met onze atmosfeer? We kijken dan eerst eventjes naar de aarde zelf met de atmosfeer en de zon die schijnt op de aarde. Kijk op deze manier. Alle energie die we van buiten krijgen komt van de zon. Dus 100% van de zon. Nou, betekent dus dat de aarde wil warmtebalans zijn, moet dus ook alle energie
ook weer kunnen afgeven. Hoe doen we dat? Nou, allereerst kijk eens omhoog. Ja? Althans, als het niet onbewolkt is, dan zul je daar wolken zien. En een deel van de zonne-energie, die raakt de aarde niet eens. Nee, die wordt meteen door bewolking, maar ook door de atmosfeer teruggekaatst. Dat is een behoorlijke hoeveelheid. 23% raakt de aarde niet eens. Nou, een andere van de zonne-energie, die gaat dus door de atmosfeer heen. Maar in de atmosfeer zijn diverse gassen die dat gaan absorberen. Oftewel, een deel van de zonne-energie komt ook niet op de aarde, omdat het wordt geabsorbeerd door de atmosfeer. En dat is ook 23%. Dus je ziet, bijna de helft van de zonne-energie komt niet op aarde terecht. Nou, dan komt het op aarde terecht. En op de aarde, denk aan sneeuw, ijs, maar ook wateroppervlaktes, die reflecteren. En dus ook een deel van de zon, die gaat, hoppakee, weer rechtstreeks de lucht in door reflectie. 7% ervan. Nou, als je dat allemaal even bij elkaar optelt, dat betekent dat de rest, 47%, wel op de aarde komt en die wordt dus geabsorbeerd door de aarde en daardoor zal dus de aarde opwarmen. Nou, die opwarming die zal dus zo zorgen dat de aarde ook weer gaat stralen, oftewel de aarde die zal dus warmte afgeven en dat doet hij op verschillende manieren. Allereerst is het dus omdat er een atmosfeer is, er is gas, er kan stromen, oftewel 5% van de warmte zal de stroming weer teruggaan. Niet alleen stroming, je hebt ook water en dat gaat verdampen en dat kost ook energie en betekent dat dat 25% van de hoeveelheid is. Ja, dus je hebt al 30% heb je dat het weg wordt gegeven en goed, ik moest 47%, dus ik heb nog 70% over. En even iets heel vreemds, 70% is niet zoveel, maar de straling van de aarde zelf, dat is een behoorlijke hoeveelheid. Ja, let op, er wordt van de hoeveelheid energie die we krijgen, wordt 117% weer weggegeven. Dat is wel heel veel, hè? Dat kan eigenlijk natuurlijk nooit, want ja, je geeft meer weg dan dat je krijgt. Betekent dat de aarde zou afkoelen, maar dat is niet zo, want je ziet hier dus inderdaad dat er meerdere dingen terug worden gegeven, de atmosfeer in, maar de atmosfeer zelf, die geeft zelf ook weer warmte terug aan de aarde. En dat is het punt, dus warmte gaat terug en dat komt door de broeikasgassen. Ja? En dus alles wat in de atmosfeer terechtkomt, ja, zal dus weer terug worden gegeven. En die hoeveelheid is 100% van de energie die we van de zon krijgen. En als je die alles optelt, dan krijg je inderdaad dat alles wat we krijgen ook weer hetgeen is wat we weggeven. Oftewel, er is warmtebalans. Waarom twee kleurtjes? Ja, ik heb daar links geel en rechts, nou ja, oranjeachtig. Dat is omdat wat we van de zon krijgen, dat is het zichtbaar gebied. Je ziet echt de zon schijnen, je ziet de energie die je krijgt. En alles wat we afgeven, dat is de zogenaamde warmtestraling en dat zit in het infraroodgebied. En dat zie je niet. Dus wat dat betreft heb je altijd meer gevoel van, goh, we krijgen weer energie. Alleen de energie die we afgeven, ja, dat is minder zichtbaar. En we zouden het ook nog eventjes hebben over de broeikas. Gassen. Het belangrijkste broeikasgas is CO2. Ja, als je iets in het nieuws hoort, is het CO2, maar ook een ander broeikasgas is er. En dat is het methaan, CH4. En iets wat minder in het nieuws is, maar ook wel een belangrijk iets is, is het waterdamp in de atmosfeer. Ja, er is heel veel waterdamp, dus dat heeft wel invloed. En deze gassen, die zorgen voor het broeikaseffect. Ja, dus de warmte die de aarde straalt, zal dus voor een deel weer terug worden gekaatst. En zo net al gezien, er wordt een behoorlijke hoeveelheid teruggekaatst. En ja, dan denk je van jongens, dat is slecht. Hè?
laat broeikaseffect ophouden, maar let op, als er geen broeikaseffect was, dan was het hier op aarde min 18 graden Celsius geweest. Ja, dan was het niet echt prettig geweest om hier te leven. Het is wel zo natuurlijk dat de opwarming van aarde, waar we nu mee te maken hebben, komt doordat er meer broeikasgassen in de atmosfeer komen, door industrialisatie en dergelijke. En dat noemen we een versterkt broeikaseffect. Maar broeikaseffect zelf is voor het leven in feite essentieel. Die temperatuurstoename, onder andere bijvoorbeeld dus door broeikaseffect, dat is een complex geheel. Ja, want het een heeft te maken met het ander. Denk bijvoorbeeld aan smeltend ijs. Ja, want de temperatuurstoename zal dus meer ijs laten smelten. Maar ja, als er meer ijs smelt, betekent dat het zonlicht dus minder wordt gereflecteerd. En minder zonlichtreflectie betekent dus weer meer temperatuurstoename. Meer temperatuurstoename is weer meer ijs wat smelt en dat heeft dus met elkaar te maken. Ook bijvoorbeeld dat door de temperatuurstoename dat atmosfeer meer waterdamp kan bevatten. Maar als er meer waterdamp in de atmosfeer kan zitten, betekent dus dat die condensatie minder snel zal optreden. Oftewel, die krijgt minder wolkvorming. En die wolkvorming is altijd weer een beetje een dubieus geval. Wat doet een wolk? Een wolk zal dus warmte tegenhouden van de zon, maar een wolk zal ook warmte reflecteren die van de aarde komt. Dus het heeft een afkoelend effect, maar tegelijk ook een verwarmend effect vanwege broeikassen. In het algemeen heeft men de indruk dat wolken wel meer voor verkoeling zorgen dan voor het broeikaseffect. Dus, dit is dus eventjes de opwarming van de aarde zelf, de warmtebalans. Maar er is nog iets wat van invloed heeft op temperatuur hier op aarde. En dat is dat de aarde zelf om zijn as draait. En dat zorgt voor het dag-nachtritme. Iedere keer de helft is dag, de andere helft is nacht. Maar het draait ook om de aarde heen. En dan zie je dus, kijk hier, de Noordpool die is altijd dag. Althans hier. Ja, en de Zuidpool nacht. En als het dan verder draait, dit is dus het jaar, één rondje is één jaar. Dus als je nu een half rondje verder doet, dan zie je dus wat er gebeurt. Want dan is hier de Noordpool altijd nacht en de Zuidpool altijd dag. Oftewel, de draaiing om de aarde heeft invloed op als iets veel zon krijgt of iets weinig zon krijgt. En dat heeft ook bijvoorbeeld in Nederland een gevolg. Eventjes kijken. Kijk op deze manier. Ja, dit is de aarde in de zomer. Ja, Nederland ongeveer daar. Ja, en dan zie je dus dat de zon, die schijnt zo op de aarde. En die komt zo op Nederland terecht. En die zonnestralen zijn redelijk recht op het aardoppervlak. Niet helemaal. Maar als je het vergelijkt met de winter, dan zal dus Nederland een beetje scheef naar achteren hangen. En dan krijg je dus dat die zonnestralen, die maken een groter hoek met aardoppervlak. Ze vallen dus schever op het aardoppervlak. En als iets scheef op een oppervlak valt, dan zal je dus minder energie kunnen afgeven dan dat die er rechtop valt. En vandaar dus dat je die temperatuurverschillen krijgt van zomer en winter. Je krijgt dus de seizoensinvloeden. En dat komt dus omdat de aarde om de zon heen draait. En, dat is belangrijk, de aarde dus een klein beetje een hoek maakt met de draairichting. En daardoor zal dus inderdaad een seizoensinvloed zijn. Eventjes het geheel. En dat bedoel ik de gehele aarde. En de zon die schijnt het meest recht op de evenaar. Dat betekent dus daar de tropen, dat daar het temperatuur het hoogst is. En lucht wil graag van hoge temperatuur naar lage temperatuur stromen. Oftewel, je krijgt dan dat er een wind is van de tropen richting Noordpool. Of natuurlijk ook Zuidpool. Het is
een en aan het ander. Het een kijk alleen even naar de bovenkant, maar aan de onderkant, zuiden, is bijna hetzelfde geval. Een beetje saai iets, zo'n rechte wind, maar we hebben al eerder gezien, twee paragrafen hiervoor, dat omdat de aarde draait, zal de wind dus een draaiing lijken te gaan, omdat de aarde onder de wind door wegdraait. Dan krijg je dat Coriolis effect, dat de wind dus een bocht maakt. En je ziet dus dat de wind zo een bochtje maakt. En hier loopt die parallel aan de aarde, om zo te zeggen. En het is niet voor niks dat hier woestijnen liggen. En kijk aan de onderkant. Hè, dat effect is dan natuurlijk andersom. Die gaat dan die kant zo op. Ik heb die niet getekend. Maar ook hier zie je dus dat op de steenbokskeerkring, dat is deze keerkring, heb je hier dus ook de woestijnen. Hè, hier ook woestijnen. En hoe komt het dat daar woestijnen zijn? Nou, we gaan eventjes een ander plaatje, een dwarsdoorsnede doen. Dat is deze hier. En aan de rechterkant, daar is de evenaar. En daar heb je dus een hoge temperatuur. Dat betekent dus dat daar de lucht gaat opstijgen. Warme lucht stijgt op. En krijg je dus heel veel waterdamp in de atmosfeer. En daardoor zal dus daar meer condensatie optreden. Veel wolken, veel regen. En dat zijn de moessonregens op de evenaar. En daardoor krijg je dus dat daar ook een behoorlijk groen gebied is. Denk bijvoorbeeld aan de Amazones of de oerwouden in Afrika. Maar de lucht gaat dus dan richting de polen. Maakt even een kromming, hè, vanwege Coriolis effect. En dan op de 30 graden noordenbreedte, daar zal het dus dan weer naar beneden gaan. En als het naar beneden gaat, ja, bij het aardoppervlak zelf is de temperatuur hoger dan boven. Betekent dus, als het naar beneden gaat, komt het in de warme lucht terecht. En warme lucht, ja, kan meer water dan bevatten. Betekent dus dat er weinig condensatie optreedt. En daardoor krijg je dus weinig wolken, weinig neerslag. Oftewel, op dat gebied zal er dus woestijnvorming plaatsvinden. Nu heb je een complex geheel, namelijk je krijgt dan een tweede stroming. Kijk, en dat is deze hier. En dat hier is precies op de 50 graden noordenbreedte. En dat is waar wij ongeveer zitten. He, een beetje Noord-Midden-Europa. En dan krijg je dus dat hier weer omhoog stijgt. Je krijgt hier trouwens ook weer zo'n luchtstroming richting Noordpool. En dat betekent dus dat je hier in ieder geval stijgende lucht krijgt. En dan krijg je dus ook hier weer veel waterdamp in de lucht, condensatie, regen, oftewel ons heerlijke Nederlandse weer krijg je daarmee te maken. En daar links, bijna vergeten, dat is de Noordpool. En aan de andere kant heb je dus precies hetzelfde. Dan heb je evenaar 30 graden zuidenbreedte, 50 zuidenbreedte en de Zuidpool. Nou, dit zijn de luchtstroming vlak bij de aarde. En die wordt ook beïnvloed door wat op de aarde is. Landmassa's, zee, etc. etc. Maar je hebt ook nog, hoog in de atmosfeer, ook luchtwervelingen. De zogenaamde straalstroom. En straalstroom, dat is een hele sterke wind. En die wordt dus niet beïnvloed door de landoppervlaktes, maar wel door wat de boven is. Kijk hier, een laag drukgebied. En daardoor zou je dus, staat er ook oppervlaktewinden. Ja, en die gaat dus op deze manier. En die hebben dus wel invloed op de straalstroom. Die zullen dus elkaar beïnvloeden. En dan krijg je dus dat de straalstroom nu zo loopt. Maar als je niet een laag drukgebied hebt, maar je hebt een hoog drukgebied, dan krijg je dus dat die straalstroom plots een hele andere richting heeft. Dat betekent dus dat het ook weer van invloed heeft op het weer, op de luchtstromingen bij ons wat dichter bij de aarde. En dat heeft weer invloed op de temperatuursverdeling. Dit is allemaal in de atmosfeer. Je hebt dus oppervlaktewinden, straalstromen, maar je hebt ook nog een belangrijk iets. En dat is wat er in de zee gebeurt, in de oceaan. Daar heb je ook temperatuurverschillen in de oceaan, daardoor gaat het ook stromen. Je hebt dan de warme golfstroom, koude golfstroom en de temperatuur wordt door
het water afgegeven atmosfeer. Dat heeft dus ook allemaal invloed op elkaar. Kortom, het weer is redelijk complex. En dat is ook waar het om gaat van, hey, is nu wel of is nu niet, gaat het regenen, niet. Wat is zeker? Dat is één zeker ding en dat is dat deze presentatie ten einde is. Ik zou zeggen van bedankt voor het luisteren en wie weet tot een volgende keer.